Waarom heb ik de Sibemol Klein gekozen? Ik zou kunnen zeggen simpelweg omdat ik hem graag hoor. Ik heb meer het karakter om inderdaad naar introvertere, warme, diepe, donkere zaken op zoek te gaan. Ik heb iets minder het karakter om de virtuose, extraverte stukken als grote voorkeur te gaan zoeken. Dus als ik er dan toch maar eentje mocht kiezen, had ik zoiets van, ja, Sibemol Klein, zeker deze, is toch wel zo diep en neemt je helemaal mee. Ik vind het vooral leuk in die twee delen van het Wohltemperiert Klavier, ook om op zoek te gaan naar een tempo bijvoorbeeld. Hoe doen we dat? Er zijn ook lijstjes van tijdgenoten van vader Bach die het hebben over een bepaald tempo in een bepaalde maatsoort. En hoe ging vader Bach daar dan mee om in zijn Wohltemperiert Klavier? De oefening die ik ooit voor mezelf gedaan heb is, speel eens alle stukken in C. Want er zijn er veel in het Wohltemperiert Klavier, in de maat C. Maar hou dan rekening met de verschillende toonaarden. Dus een stuk in Do groot, hè, C groot, of eentje in D groot, Re groot. Dan ga je zien dat het heel anders klinkt, maar volgens mij niet zozeer voor de absolute toonhoogte, maar wel omdat Bach in D groot heel vaak gebroken akkoorden gebruikt. De eerste prelude kennen we allemaal. Als ik daar een tempo kies waar we het over eens zijn, het is niet snel, het is niet traag, ik zou het kunnen omschrijven als tempo giusto. Want wat hebben we als titel? Preludium. We hebben niet Allemande, we hebben niet Sarabande, we hebben niet een gigue. Dus we hebben geen karakter van een dans. We hebben geen allegro, we hebben geen adagio. We hebben gewoon preludium. En we hebben de toonaarde symboliek en in mijn ogen dus ook de maatsoort. Dit is het tempo, wat ik zou zeggen, dit is een tempo giusto. Maar iedereen afhankelijk van de hartslag, nietwaar? Het gevoel bij krijgt van, oké, dit is een tempo giusto, waar veel over gesproken wordt trouwens. Als ik nu deze Sibemol Klein zou spelen in dat tempo, want dat is nu mijn manier van redeneren, hoe happier de toonaard symboliek zich voordoet, hè, en D groot is misschien wel de meest happy, hoe meer ik dat tempo naar voren zal laten gaan en dus opdrijf naar boven. Hoe triestiger, hoe bijzonderder, hoe specialer, hoe verder in de kwintencirkel, hoe venijniger in de stemming ook het kan klinken, hoe zuurder, hoe meer ik dat tempo helemaal achteruit laat zakken. Moest ik deze prelude in het tempo giusto spelen van een C groot, dan heb ik dit. Kan dit? Voor mij niet. Omdat ik vind dat dat gewrochten van een Sibemol Klein niet heeft. De fuga is inderdaad vijfstemmig, een van de weinige. Dus zeer complex geschreven, want wat wil dat zeggen? Dat er vijf verschillende stemmen de inzet geven van datzelfde thema. Alsof er vijf mensen samen staan te zingen en ze één voor één dat thema al dan niet na elkaar, al dan niet tegelijkertijd gedeeltelijk inzetten. Dus dat is een hele complexe compositietechniek. Maar ja, zoals we allemaal weten of vermoeden of voelen of ervaren, is dat juist het element waar Bach denk ik graag mee bezig was. Daarom dat hij ook alles wat met het ouderwetsere contrapunt, wat wil dat zeggen? Contrapunt is eigenlijk noot tegen noot. Hoe verhouden de noten zich op die manier tegenover elkaar? Dus niet zozeer van waar is mijn harmonie verticaal, maar als die stem zich zo beweegt, hoe kan die andere stem daar dan mooi onder gaan? Dus het is een zeer horizontale beweging, of zeer vocale. Dat is ook een van de redenen waarom ik ontzettend houd van die stijl. Ik heb heel veel zelf gezongen.
En gewoon het ook ervaren met adem, hoe je zo'n horizontale lijn helemaal kan brengen, dat is echt zalig. En als we dan naar het thema zelf kijken, is het wel super gewaagd. Want je hebt eerst het begin van het thema, is gewoon ja, twee noten, niet bijzonder, maar dan. Die afstand is meer dan een octaaf. Het is extreem groot. Moest je dat moeten zingen, je zou echt ook moeten moeite doen. En het is echt wel gedurfd om een none en een kleine, een octaaf en een half toontje en dan naar beneden. En dan niks bijzonder meer. Maar die ontzettende sprong, en dat komt in heel dat stuk eigenlijk als herkenningspunt naar boven. Dus als je dit stuk beluistert, probeer eens te letten op iedere keer die dalende afstand en dan die ontzettende sprong naar boven. Gewoon die dramatiek die er eigenlijk uit voortkomt, vind ik eigenlijk geweldig in dit stuk.